goed pronken. Ik vind het afschuwelijk. Kan niet veilig graag. En een beetje in het midden op de foto gaan zitten, op de stoel achter de mengtafel. Ja, ik ben ook producer. Ja. Afschuwelijk. Ja, ja, toch verschrikkelijk. En na 2,5 jaar heb ik al gezien dat het niet moeilijk is om producer te zijn. Nee, want die VS hebben er nooit opengestaan. Nee. De Eindhovense regisseur Daan Willekes maakte een documentaire over de getalenteerde en eveneens Eindhovense zangeres Sharon Kovacs. En haar eigenzinnige producer Oscar Holleman. Ja, dan krijgen we dingen op een rit. Misschien moet ik mijn dingen niet op een rit hebben of zo. Snap je wat ik bedoel? Dan moet ik helemaal naar de kanker om goede muziek te maken. Ik was zo lang in mijn leven op zoek naar die ene persoon die mij zou helpen. Iemand die gewoon zegt wat hij doet, doet wat hij zegt. De eerste keer dat ik hier kwam was 2,5 jaar geleden. Toen zag ik toch wel een heel unieke samenwerking tussen Oscar en Sharon. En ik dacht, ja, dit moeten we gewoon filmen. En ze ging al snel naar Cuba. Toen is mijn collega Tamara Nelemans mee geweest en ze kwam met materiaal terug wat echt uniek was. En toen dacht ik, ja, hier moeten we gewoon een documentaire van maken. Straight, I've seen that. Oh, gast. Willekes volgde de twee op hun muzikale ontdekkingstocht naar onder andere Cuba, New York en Duitsland voor het tekenen van een contract bij platenmaatschappij Warner. Dus maar we gaan even 5 minuten pauze nemen en dan gaan we pas spelen. Snap je? Ja, 5. Hoe is het nou om een film over jezelf te zien? Verschrikkelijk. Ja, nee. Ja, confronterend. Ja. Maar wel heel leerzaam ook wel. Nou, weet je wat? Ik doe het wel gewoon niet meer. Wat leer je van deze film? Communiceren. En dan vooral op een goede manier. Zonder boos te worden of... ja, niet met al te veel emotie. En die kutstudio heeft niks voor elkaar. Je krijgt niet eens een kutstereo, niks op een kutkoptelefoonsysteem. Dat is de laatste keer dat ik in deze studio zit. Faal hier. Sla ik de hele tent kapot. Ik ben er helemaal gek van. Heb je dingen geleerd van jezelf? Want ik denk van vrek, dit doe ik zo... Nou ja, het is... ja, is... Nee, inmiddels denk ik, sinds het documentaire, om niet met iedereen in gevecht te gaan, maar mensen te laten, soms voor wat ze zijn en je eigen pad te blijven bewandelen. En dus je gevechten uit te kiezen die echt waard zijn om te gevechten. Ik zie hoe fucking schuldig dat me fucking moet helpen. De film Wolflady gaat op 22 november in première op het prestigieuze ITVA Documentaire Filmfestival in Amsterdam. De film is een week later ook te zien op het Eindhovens Filmfestival. Het debuutalbum van Kovacs verschijnt in het voorjaar van 2015. Heerlijk, wat een kutleven. Ik ben wel blij als het allemaal voorbij is. Het leven, ja. Ja, maar daar werken we toch hard aan.